In de media vernamen wij dat er soms een onveilig gevoel aanwezig is op het openbaar vervoer. Zou dat nu echt zo zijn? Tijd voor onderzoek. Voelt u zich veilig op het openbaar vervoer? Ja, zeker, ja. Heeft nog nooit pestgedrag of onveiligheid gehad? Nee, bij ons niet. Nee. Wij voelen ons veiliger eigenlijk op het openbaar vervoer dan in de auto. Hè. Ja. Nog nooit moeilijkheden gehad met andere reizigers of zo? Nee, nog nooit. Nee, ik kan dat niet zeggen. Ook de uren dat wij het openbaar vervoer nemen, die zijn... Het is tijdens de dag, dus niet 's avonds. En misschien dat er dan meer kans is, ik weet het niet. Maar tijdens de dag, nee. Geen enkel probleem nog gehad. Bij de reizigers is er niet echt een onveilig gevoel. Maar wat denkt een buschauffeur daarvan? Is er soms een onveilig gevoel op de bus of tram? Weinig, maar af en toe gebeurt er soms wel een keer een situatie waar dat er bepaalde personen ja, gefrustreerd of zo op de bus komen. Die dan andere mensen ook een beetje lastig vallen. Die lopen dan ook een beetje over hun toer. Zo, en dan is er wel een conflict situatie, maar dat beperkt hem toch maar heel sporadisch. Toch, dat is niet van alle dagen of zo. Ik zit heel dagen op de bus bij wijze van spreken, dus ik maak die situaties weinig mee. Dus dat valt uiteindelijk nog mee in het Gentse toch bij ons. Misschien in andere steden, grotere steden, dat daar wel wat moeilijker ligt. Maar anders valt dat hier in het Gentse heel goed mee. Ja.